De Joodse Bloemendalers die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog hebben nu een eigen monument. Ook de naam van een verre oom van oud-burgemeester Job Cohem van Amsterdam staat gebeiteld in het steen. Het was voor mij een verrassing toen aan mij gevraagd werd om hier te spreken, omdat mijn oom ook een Bloemendaal was. Ik zei, nee, dat klopt niet. Maar Hendrik Cohen is wel degelijk een ver familielid van hem. Deze Hendrik die heeft geprobeerd naar Engeland te komen op een bootje. En dat is ook in die zin gelukt dat ze zijn gaan varen. Maar toen hebben ze een motorpech gekregen. Zijn ze weer door de Duitsers opgepikt. Hij was de enige Joodse man aan boord. Hij is toen gevangen gezet en daarna afgevoerd. De anderen die hebben het allemaal overleefd. En dat is dan één van die 123 verhalen. Het monument bestaat uit de liggende Davidster. Met in het midden een zeshoekige pilaar, waarop rondom de namen van de Joodse slachtoffers zijn aangebracht. Hendrik heeft zijn plaats in Bloemendaal, waar hij opgegroeid is, die heeft zijn plek gekregen. Dat is mooi.